ergens anders heen willen gaan. En waar zou je dan willen dat ik naartoe ga? Niet in ons doel. Hoe kort mag een rokje van een dame zijn? Zo kort als zij wil. Ik heb geleerd, vroeger op de middelbare school, dat het zo lang mag zijn als twee vingers en dan naar beneden. Ik vind dit mag. Dit vind ik wel heel... Ja, koket. Heel koket. Weet je, dan moet je echt advocaat. Ja, dan moet je echt steady. Twee vingers. Nou ja, als het heel kort. Ja, maar dat was zeg maar de max bij ons. Het minimum. Nee, het max. Korter mocht niet. Ja, als het te kort is, is het ook niet leuk, denk ik. Dan heb je zo'n inkijkje? Nee. Nee, ik weet het niet. Maar als het er maar mooi uitziet. Het is een jurkje. Het is een jurkje. En dit ook. Dit ook. Oké. Helemaal. Dit trouwens ook. Het zijn allemaal jurkjes. Het zijn geen rokjes. Nee. Dat is dus wat je moet bedenken. Ja, inderdaad. Ja, er zijn inderdaad geen rokjes. Dat is een heel scherp. Maar wel voor je blote benen. Ja. 1, 2. En dan inderdaad komt met dat moment, dat ene moment, dat je weer moet gaan scheren, harsen, dat soort dingen. Ja, dat klopt. Maar ik moet echt eventjes, want ik kan natuurlijk heel leuk voor het plaatje zeggen, ja, tuurlijk, dat is de tijd, maar ik doe dat het hele jaar door, hoor. Ik kan echt niet tegen als ik stoppels op mijn benen heb, dus ik scheer eigenlijk wel iedere dag mijn benen. Ja, dat is een vette afknapper als je daar in een soort ongeschoren mannenkin terechtkomt, dan is dat natuurlijk niet heel fijn. Ja, ik heb niet zoveel beenhaar, dat is echt, daar ben ik echt mee gezegend, dus ik doe het niet zo heel vaak. Nee, hoe gezegend zij is, zo niet gezegend ben ik. Alles al geprobeerd. Internet daten, speed daten. Alles kids achter de rits. Die verschrikkelijke mobiele apps. Jij doet dit wel vaker. Nee, gek. Ik ga er weer eens vandoor. Mijn parkeermeter loopt af. Loser! Hoeveel heb jij in de parkeermeter gegooid? Ik ben op de fiets. Wat is nou effectiever, denken jullie? Tapas of Tinder? Tapas of Tinder? Nou, effectiever voor echt daadwerkelijk iemand in je bed laten belanden? Dat denk ik Tinder. Ik zou voor de tapasavond kiezen. Ik zou echt zo voor die app gaan. Dan heb je dus een super lekkere gast. En dan komt hij aan. Hallo, ik ben Johan! Ja. Dan heeft hij een hele gekke stem. Sorry, waarom ik Johan? We doen het niet voor jou, Johan. Nee, het is maar gewoon een iemand. Stel je voor dat iemand dat heeft. Dat weet je toch niet? Ik bedoel, een stem is zo erg. Heeft hij een soort... Ja, ik bedoel, het is een hele aardige gast. Maar als je klinkt als Mark Marie, vind ik niet heel sexy. Nee. Je bent blij met je rol, zeg je. Ben je ook blij met de poster? Ja, zeker. Ik ben heel trots op mijn Bombonella. Ik denk dat heel veel mensen blij zijn met de poster. Halleluja. Wel teleurstellend als je naar de film gaat, want ze zijn niet zo groot. Kijk naar mij, serieus. Ik heb sowieso geen BH aan. Er staat dus een jongen met een jurkje naast haar. Ik heb een enorme push-up. En nog denk ik ook wel een klein beetje Photoshop. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik weet alleen wel dat ze er op bewegend beeld anders uitziet dan hier op deze foto.